Welkom, mijn naam is Paul van Berkel en ik heb vandaag de eer om zeg maar, namens het samenwerksverband bestaande uit SuperSub Sportbases, KWS en Van Kessel Sport en Cultuurtechniek een vlog te maken over de ijsbaan bij Wijf in Winterswijk. Buiten de partijen uit het samenwerksverband wil ik wel ook de ijsvereniging zeg maar, bedanken voor hun bijdrage en de inbreng van hun kennis en expertise. Daar had het anders niet mogelijk geweest om dit innovatieve concept te ontwikkelen. We zijn trots dat we genomineerd zijn en eigenlijk al winnaar zijn van de Sport Innovatieprijs 2022. Schaatsen is in Nederland volkssport nummer 1. Door de spaarzame vorstperiodes en opwarming van het klimaat zie je dat zeg maar, het toch lastiger wordt om jaarlijks op het ijs te kunnen staan. Het innovatieve ijsbaanconcept maakt het mogelijk in deze spaarzame periodes in korte tijd ijs te vormen. De snelle ijsvorming wordt mogelijk gemaakt door een hiervoor ontwikkelde constructie waarbij de invloed van bodemwarmte wordt geïsoleerd in combinatie met een zeer dunne laag asfalt. Het wordt hierdoor mogelijk om bij korte vorstperiodes direct ijs te vormen en te schaatsen, wat we allemaal graag uitoefenen in Nederland. Het ijs wordt gevormd door laagsgewijs te sproeien met water op de baan. Het ijsbaanconcept kan daarnaast buiten het seizoen voor andere sporten gebruikt worden, multifunctioneel. Daarnaast is de opbouw zodanig geconstrueerd dat die 100% recyclebaar is. Kortom, dit is een uniek concept voor de Nederlandse ijsverenigingen en ter behoud van de schaatssport in Nederland in het alsmaar warm wordende klimaat. Dank u voor uw aandacht.